De vakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar begint weer. Lisanne schrikt die ochtend wakker. Ze gaat vandaag naar groep 8 en ze krijgt voor het eerst een nieuwe juf. Vind je het ook zo spannend? Ja, maar ik ben wel heel zenuwachtig voor de nieuwe juf. Ja, ik ook. Eigenlijk wel een klein beetje. Zenuwachtig. Hallo allemaal. Ik ben jullie nieuwe juf. En ik heet Marja. Hallo juf Marja. De ochtend verloopt goed. Maar in de middag verandert juf Marja. We beginnen met de taalles en het gaat over jongens- en meisjesberoepen. Zeg het maar. Ik vind dat er helemaal geen jongens- en meisjesberoepen zijn. Wat? Wat zeg je? Dat mag helemaal niet, hè? Hoe durf je me tegen te spreken? Meekomen jij, potverdorie. Dat doe je niet zomaar tegen een juf. Die middag op het schoolplein komen Lisanne en haar vrienden bij elkaar. Dit is toch niet meer normaal? We moeten er iets aan doen. Ja, kom, we gaan naar de directrice. Binnen. Mevrouw de directrice, we hebben echt een hele stomme juf. Ze slaat ons. En ze trekt ook nog aan iemands oren. Ik geloof er helemaal niks van. Kom maar even zitten. Yo. De juf, als je je eigen mening uit, dan slaat ze ons en dan duwt ze ons uit de klas. Dat is toch niet normaal? Ga jullie nu maar naar huis? Ik geloof er niks van. Ja, maar je moet er iets aan doen. Je moet ons wel geloven. Laten we een plan bedenken. Ik heb een idee. Oké, laten we het morgen uitvoeren. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. De volgende dag begint de ochtend weer heel normaal. Net als de vorige keer is de juf in de ochtend heel lief en wordt ze in de middag weer woedend. Alleen deze keer is iemand anders het slachtoffer. Zeg het maar. Ik vind dat het niet altijd twee moet zijn. Wat? Dat zeg je niet zomaar tegen de juf. Meekomen jij? Dat doe je niet. Waag het niet om nog maar één keer te spreken. Dat doe je niet zomaar. Die middag gaan de leerlingen opnieuw langs de directrice. Binnen! Wat is hier aan de hand? Laat maar zien. Kijk eens wat de juffer heeft gedaan dan. Michael, ze sleurt Michael zo door de klas uit en geeft hem een klap. Nou ja, dat kan toch niet? Ja, dat doet ze de hele tijd als we onze eigen mening willen geven. Nou, iedereen heeft recht op een eigen mening. Ik zou wel zorgen voor een nieuwe juffrouw, waar het wel mag. Yay! Gelukkig had de directrice net nog een nieuwe juf aangenomen. De volgende dag was dat een hele verrassing voor de klas. Ze maakten er met z'n allen een leuke dag van. Een dag waarop iedereen zijn eigen mening mocht geven. Yay!